Bij een Bafang middenmotor setje zat deze accu. En er was van tevoren gezegd, hij doet het niet. En dat ze hem ook al open hadden gehad. En dat hij ook niet te repareren was. Dus dat wist ik van tevoren. Maar het is altijd interessant om te kijken, wat is er nou mee aan de hand? Nou, hier kun je al zien dat er... ja, hier is allemaal corrosie, echt roest. En aan deze kant, daar zie je het ook. Het is allemaal niet heel lekker meer. Of het BMS het nog doet, geen idee. Maar er zitten vast nog wel een paar goede cellen in. Maar daar ga ik me niet aan wagen. Wat ik heb gedaan is het volgende. Ik heb deze gekocht. Is iets lagere capaciteit. Dit is een 9,6 ampère uur. Dit zijn drie pakketjes van 10 cellen. 10 keer 3,6 volt is 36 volt. En om een wat langer uithoudingsvermogen te geven, zijn er drie van die setjes samengevoegd in dit pakket. En de kunst is nu om hem aan te sluiten. Deze accu heeft alleen maar een zogenaamde XT60 aansluiting. En die heeft dus geen aparte oplader aansluiting zoals deze accu wel heeft. Dit punt waar je de oplader op aansluit, daar gaat de rode rechtstreeks op het hoofdpunt van deze rode. Ik zal het even laten zien, kijk, die gaat intern naar het contactpunt en van daaruit gaat die rechtstreeks naar de motor. En de zwarte, die gaat naar het BMS, dat is de gele draad. En vanuit het BMS, dat heb je deze, daar gaat de dikke zwarte naar het einde van het battery pack. Net als dat kleine dunne draadje, wat dan weer een van deze draden van het BMS stekkertje is. Dus voor het balanceren is hier een soort onderbreking gemaakt. En hier gaat de dikke blauwe draad, dat wordt deze dikke zwarte draad. Ja, ik ga. Hier zit een BMS in. Ik neem aan dat zij intern geregeld hebben dat als ik deze draden gebruik dat om op te laden, dat het gebalanceerd wordt opgeladen. Dus ik ga dit battery pack in deze behuizing doen. En de draden, deze draden, XT60, die stekker knip ik af. Want deze draden kunnen rechtstreeks daarop gesoldeerd worden. En dit stopcontactje, zeg maar, dat soldeer ik daarop. Zeg maar, dat wordt dus de afsplitsing voor het opladen. En ik hoop, en ik denk ook, dat dit deel dan ook nog werkt. En wat is dit deel? Dat kleine paneeltje met ledjes, dat komt achter dit ding te zitten. Zodat je kan zien of de accu vol is of bijna leeg en dat je hem moet opladen. Dus ik hoop dat we die ook weer gewoon kunnen gebruiken. Dus daar gaat hij. Kijken. Deze komt hier zo in te staan.
En dan moet die daar aan vast. En deze moet daar aan vast. Dus... wat langer. Zo. Dit is een battery pack voor onderdelen, zullen we maar zeggen. Die kan even aan de kant. Die moet erop. Die daar. Die zit wel vast. Krimpkuisje naar voren. Zo. Dat is de min en de plus. Zo. Nou, het moment van de waarheid. De oplader staat aan. Alles aangesloten. Dus nu kijken of er niks ploft. Hier gaat hij.
Kijk, twee rode lampjes, dat is goed. Dat betekent dat hij nu aan het opladen is. Nou, we gaan het in de gaten houden. En kijken of hij netjes helemaal oplaadt. Nou, het heeft even geduurd. Maar hij zegt dat hij vol zit. En als ik op het knopje druk, de lampjes doen het ook nog. Alle drie de groene lampjes en een rood lampje. Dus, accu werkt. Dan kunnen we hem gaan inpakken en gaan gebruiken. We gaan de batterij in elkaar zetten. En nu is het een vrij beperkte capaciteit, dus een dunne battery pack. Deze komt er origineel uit. Ja, dat is waar die verroeste inhoud in zat. Maar dit geeft wel een beetje de maat aan. Dus ik heb hier wat schuim. Dat is schuim wat wel smelt, maar niet brandt. Dat heb ik even getest met een aansteker. Dus we gaan wat onderin leggen. Dat zorgt ook meteen voor een beetje demping. Gaat daar deze accu-pack op. Zo. Dat voelt al goed. En daar kan hij bovenop. Hier ook nog ruimte. Zo. Vullen we hem ook nog op. Nu is hij al aardig gevuld. Even kijken of we dat vast kunnen zetten. Nog een stukje.